Misdaad. Het is een gewild onderwerp bij veel dagbladen. Boeken en nieuwe tijdschriften zoals Koud Bloed over misdadigers, rechtszaken en de onderwereld volgen elkaar op. Tijdens de 21ste editie van de Maand van het Spannende Boek was dat dit jaar weer duidelijk te merken. Wij vroegen aan 3 gevestigde misdaadjournalisten waar die groei aan misdaadverhalen vandaan komt. Is er de laatste jaren meer misdaad? Is er een grotere zucht naar sensatie? Of is de functie van de misdaadjournalistiek veranderd? Ja, je ziet dat er wel veel meer ruimte is gekomen de afgelopen jaren. Het is al wel iets van eind jaren 90, hoor, denk ik, dat het begonnen is. En dat heeft een paar oorzaken. Je hebt een paar grote processen gehad in de jaren 90. De eerste echt grote megazaken rond de Hakkelaar, Johan Verhoek. Shell Swolsman, die onlangs opnieuw is gearresteerd voor hashhandel en witwassen, dat soort zaken. Dat waren echt grote zaken die echt een circus teweeg brachten. Nou ja, daarna hebben we natuurlijk de Hells Angels gehad, Willem Holleder. Een zaak, daar is het in alle opzichten toch wel echt uitgemond in een mediaspectakel. Die ontwikkeling is begonnen, schat ik, eind jaren 80 is die begonnen. Met eigenlijk de eerste grote drugszaak in Nederland. De opkomst van de georganiseerde criminaliteit. En ik denk dat met name daar ook mee te maken heeft. Van, kijk, de moord en doodslag die was al heel lang bekend. Maar toen zag je ook dat inderdaad met name de zogenaamde kwaliteitsjournalistiek tussen haakjes ook inzag van, die schreven van oudsher niet zoveel over moord en doodslag. Maar die zagen met name in dat misdaad niet alleen moord en doodslag was, maar met name ook georganiseerde criminaliteit. En dan begin je natuurlijk de grens tussen onder- en bovenwereld begint erg interessant te worden. Ja, mensen vinden dat spannend. Het staat ver van hun bed, Ja, veel mensen, en die zeggen dat soms ook wel tegen me, die zouden wel het liefst als een soort muurbloempje bij de Hells Angels in Angel Place op de muur zitten om eens te kijken wat daar nou allemaal gebeurt en wat zich er afspeelt. En daar hangt natuurlijk ook een soort mythe omheen. En ook over die hele wereld van georganiseerde misdaad. Of dat nou om boeken gaat over de maffia in Italië of over georganiseerde misdaad in Nederland. Mensen zijn daar wel erg in geïnteresseerd. Nou, je ziet ongetwijfeld dat true crime boeken bijvoorbeeld heel goed worden verkocht. Dus kennelijk is de vraag naar. En bij ons komt uit lezersonderzoeken bij het Parool soms dat het wel een tijdje minder kan met de misdaadverslaggeving. Maar als er dan een krant is waar ineens iets groots over Holleder in staat, dan is die ook als eerste uit de kiosken verdwenen. Dus dat zijn bij alle media toch wel dezelfde soort ontwikkelingen dat je ziet dat er veel belangstelling is voor het onderwerp. En we moeten daar zelf natuurlijk wel bij in oogschouw nemen dat we dat waar mogelijk moeten matigen. We moeten er geen helden maken van Willem Holleder bijvoorbeeld. Nou, zeker op het gebied bij Holleder bijvoorbeeld, omdat zo'n proces, ja, er wonen nog regelmatig processen bij. De meest interessante processen, daar zie ik geen enkele collega. En bij zo'n Holleder proces, dan zie ik media, die ben ik nooit bij andere processen, die komen daar opeens ook op af. En dan denk ik, het is, ja, dat zelfversterkende effect, hij is bekend, genereert weer meer media-aandacht, waardoor er nog meer media bovenop springen. Maar ik vind dat media met name ook ze kunnen kennen, is Holleder nou echt wel zo belangrijk als hij wordt voorgesteld door justitie en door de collega's journalisten. En dat zie je helemaal in de Nederlandse journalistiek op dit moment. Er is een enorme hoos van achter elkaar aan rennen om bang te zijn iets te missen. Maar ik blijf bij die stelling dat als je kijkt naar hoe belangrijk Holleder is, dat hij absoluut niet zo belangrijk is als de aandacht die hij nu genereert. Er gebeurt natuurlijk zoveel in die onderwereld waar mensen alles van willen weten. En die spanning met zich meebrengen en die soms ook wel sensationeel zijn natuurlijk. Ja, dat alleen al de manier, alleen al het feit dat je erover schrijft, natuurlijk dat soort effecten kan tewerkstelligen. Waarbij je overigens ook niet moet vergeten dat omdat misdaadverslaggeving toeneemt, dus dat meer media over misdaad gaan berichten, ja, dat je daardoor als objectieve kijker of krantenlezer bijna wordt overstelpt soms met misdaadnieuws. En dan kan je ook dat beeld krijgen van ja, goh, is het allemaal nog in verhouding tot wat er in werkelijkheid gebeurt. Ik vind bijvoorbeeld niet dat misdaad of georganiseerde misdaad nou zo enorm is toegenomen in vergelijking met, laten we zeggen, 15, 20 jaar geleden. Wat je wel ziet is dat de belangstelling daarvoor enorm is toegenomen. De media hebben er een grote belangstelling voor. Dat werkt denk ik mede in de hand dat justitie die zaak ook grootser aanpakt. Waardoor de media weer steeds meer belangstelling tonen. Ook andere media dan de klassieke kranten en televisieprogramma's en radio. Dus ik vind wel dat het een erg groot circus is soms. Aan de andere kant doe ik daar zelf volledig aan mee. Dus ik geef daar helemaal niemand enige schuld van.
Ik weet niet of je, als je vroeger kijkt, bijvoorbeeld in de 19e eeuw, was er ook al heel veel aandacht voor moorden. Er werden ook zelfs liedjes werden erover gemaakt. Er verschenen ook tekeningen. Er waren echt kranten in de 19e eeuw die stonden vol van moord en doodslag. Dus dat is op zich niet veranderd. En sensatiezucht heb je nog steeds met een aantal media. Op dit moment verbaas ik me weer enorm over die aandacht van de zaak van Benno L., de zwemleraar. Ik vind dat helemaal buiten proporties, met name de televisiejournalistiek, die geen maat weet te houden op dit gebied. Maar het is, ik durf niet te zeggen dat de sensatie toeneemt. Wel zie je inderdaad er onder, er is gewoon veel slechte journalistiek en dus is er ook veel slechte misdaadjournalistiek. Ik vind wel dat in misdaadjournalistiek vaak te veel gespeculeerd wordt. Vaak weten zelfs de personen, de kopstukken die heel dicht bij het vuur zitten, niet exact wat de achtergrond van een liquidatie kunnen zijn. Dus het krijgt al heel gauw een heel speculatief karakter. Wat als gevolg weer kan hebben dat je extra onrust veroorzaakt in die onderwereld. Dus dat ook dat vraagt veel van een misdaadjournalist om toch voor zover mogelijk terughoudendheid. En heel goed analyseren en heel goed onderzoek doen voor je wat publiceert.